Yo, Nintendo fans! Vorige week zondag werden we vader. Was een epische video. Bijvoorbeeld dit gebeurde er. Ja. Dus in het medisch dossier komt te staan... Zit je nou weer op me te spugen? Weet je, laat ook maar! Nou, ik heb de hele tijd zo gekotst in mijn oor, jongen. En vandaag worden we een bij! En ik vind dat echt bijzonder leuk, jongens. Slechte woordgrappen incoming. Nou, kijk. Daar zijn we hoor. Oh, is dat een larve? Zijn wij dat zelf? Zijn we nu nog een larve? Er lopen allemaal beesten over me heen. Ah! Wat? Ja, het is wel mooi gemaakt. Ziet er wel leuk uit. Ik ben een babybij. Daar zijn we. Oh, ik ben nog een beetje in de war van alle kleurtjes zo te zien. Hallo. Hive, sweet hive. Daar zijn we, daar zijn we. Oh, en dit is trouwens de game die ik nu speel. Bee Simulator. Oh, we mogen een naam kiezen. Ik ga voor Bibi, maar dan met B-E-E, B-E. Klinkt als een schaap. B-E-E, B-E-E. Vliegen. Het is wel een lekker warm nestje hier, jongens. Nu moeten we naar de constructiekamer. Go, 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 go. We moeten hier naartoe. Yay. Weet je trouwens wat het geloof is van een bij? Bijgeloof. Oké, laat ik maar gewoon lekker gaan gamen. Yay. Oké, wat moeten we hier doen? We zijn nu naar buiten. We moeten eventjes hier naartoe. Oh, kijk, we moeten gewoon episch gaan vliegen. Alsof we op de racebaan zijn, jongens. Auw. Auw. Oeps. Wat is dat voor een ding? Is dat een worm? Dat was een worm. Daar. We moeten even stuifmeeltjes gaan verzamelen. 1 stuifmeeltje. 2 stuifmeeltje. En 3 stuifmeeltje. 4. 5. En 6. 7. Weet je wat het favoriete gerecht is? Van een stoonde bij. Snuifmeel. Ja, misschien zijn we wel gewoon snuifmeel aan het verzamelen nu in plaats van stuifmeel. Let's go. Nog 2 te gaan en die kunnen we allebei hier pakken. 1 en 2. Yes! We hebben genoeg snuifmeel, jongens. Whee! Oh, oeps. Ik ga echt te hard in die afdalingen. We moeten het bijenzicht gebruiken en dat doen we zo. We moeten 4 epische bloemen verzamelen. Wisten jullie dat een bij volgens mij echt dit ziet? Dat is geen grapje. Dat is best wel bijzonder. Ik zal niet nog een keer de bij zonder grap maken, jongens. Oh, nu hebben we Beetro. Nu kunnen we... kunnen we sneller vliegen. Oké, we moeten nu het snuifmeel gaan afleveren, jongens. Let's go. Stuifmeel terugbrengen. Of moet dat hier zo? Ah, ja, kijk, ik heb het nu teruggebracht, inderdaad. Yep, yep, yep. Oké. Hey, en weet je trouwens waarom een bij nooit zijn e-mail gebruikt? Hij kan nooit de bijlagen vinden. Sorry. Oh, en weet je trouwens waarom een bij nooit wil koken? Hou op, Rick. Oké, de laatste dan. Hij mag nooit koken omdat hij altijd in de bijkeuken moet. Dat wil hij niet. Oh, yo, dit is super cool. Dit is gewoon de binnenkant van een bijenkorf. Wow, super fascinerend. Kijk dan, oh, hier is de koningin. De koningin van de bijenkorf. Ik denk dat hij best wel rijk is, de koningin van de bijenkorf. Ik moet echt stoppen. Het is te laat om video's te maken. Wat? Wat zei je? Moeten we blijven staan? Ja, rustig maar. Rustig maar. Oh, dat zijn de wachters. Oh, die zijn super groot. Hallo? Mevrouw de koningin? Nou, we moeten gewoon lekker allemaal dingetjes gaan verzamelen. Voor de koningin, want iedereen werkt natuurlijk voor de koningin. Je zou maar koningin zijn van zo'n bijenkorf. Dat is toch super chill. Iedereen, letterlijk iedereen is aan het werk voor jou. En ze stellen geen vragen, ze doen het gewoon. Heerlijk, man. Lekker. Ja hoor, daar gaan we. We zijn voor het eerst in ons leven naar buiten gevlogen. Wat leuk. Allemaal andere leuke vliegende wezentjes. Hey, die ken ik uit Animal Crossing, die blauwe vlinder. En die libellen trouwens ook, die zit er ook in.
Hallo vrienden, worden wij matties? Wow, er staat gewoon een hert daar zo. Zag dat hert? Wow, yo. Wow, we zijn echt vet overrompeld door alle bewegende, vliegende beesten. Vliegen alles. Yo, doe eens rustig man, ik ben voor het eerst buiten. Super vet. Dit is nou eens gewoon een leuke simulator game man. Het is beter dan die baby game van vorige keer sowieso. Oh kijk, ja, wij kunnen natuurlijk gewoon lekker door de dek vliegen zo. Hoppakee, geen probleem. Pompidompidom. Nou, we moeten even 25 stuifmeeltjes verzamelen. We zijn al best wel ver. Ik moet er nog 3. Pom, pom. En de laatste. Nice. Nu is het tijd om zeldzame bloemen te verzamelen. Oké, dan. Dat kunnen wij. Kijk. Die groene zijn niet zeldzaam. Die witte zijn wel zeldzaam. Oh, die gele bedoel ik. De gele moeten we allemaal pakken. We moeten er 4 hebben. Hier nog eentje. Yes. We moeten een bij gaan helpen. Er is een bij die zich niet goed voelt. Hallo? Kan ik je helpen? Oh, moet ik niet zelf tegen de steen aanvliegen? Hallo? Are you alright? Hallo? Gaat het? Ben je oké? Oh, dit gaat niet zo goed met Jackie. Oh, wow, niet wegvliegen. Deze bij moeten we achtervolgen. Go. Blijf erbij. Oh, wacht even. Oh, ik mis iets. Oh, de besturing is lastig, jongens. De besturing is lastig. Kom, 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 kom. Go. Heb ik super speed? Let's go. Ja. Het gaat helemaal niet goed met deze bij, joh. Waar ga je naartoe? Where are you going? Kleine B-drill, waar ga je naartoe? Oh, spinnenweb. Wow, we moesten even dat spinnenweb ontwijken. Waar is die? Oh, daar is die. Go. We gaan er helpen. Niet wegvliegen. Chill, rustig aan. Waar ben je? Wow, waar ben je? Ben je helemaal daar? Je moet je wel gewoon even... Ik weet niet wat ik wil zeggen. Laat me je helpen dan. Laat me dit voor je doen. Waarom vlieg je weg? Pas op voor al deze mensen. Oh, spinnenweb. Go. Hoekje om. Oh, moet hij hier doorheen. Ga hier doorheen. Ja. Nee. Oké. Deze pakken. Yes. En nu deze pakken. Ik ben te langzaam. Go. Blijf erbij. Deze bij is veel te snel, joh. Je bent zo suf en alsnog ben je te snel. Ik kan hem amper bijhouden. Ja, we moeten af en toe die speedboost, denk ik, pakken of zo. Dit is nou niet bepaald een hele makkelijke simulator game, jongens. Jeetje. Go. Ga door de boomstam. Ik zie niks meer. Rustig aan, bijtje. Jackie, kom eens even hier. Ik probeer je alleen maar te helpen. Ja, blijf nou hier. Ja. Ik denk dat het gelukt is. Kijk. Oh, wacht even. Je had trek in een fruitje. Staat er een pot jam voor je klaar? Je hebt honger, hè? Oh, snap. Het is Mr. Wasp. Oh, die klinkt ook echt eng. We moeten vechten tegen de Wasps. Ik noem hem gewoon Wasps. Ik ben boos op de Wasps. Oké, we moeten aanvallen en blokkeren. 3, 2, 1, go. Aanvallen! Oh, wacht even. Oh, wacht. Ik moet de juiste knoppen indrukken op het juiste moment. Oké. Dus we hebben nu I, X, X, I. Ah, ik zat al keihard op I te rammen en op X te rammen. Maar we moeten natuurlijk het goed afwachten. Let's go. I, X, bam! Ik kom je pakken, vriend. Hier, deze voor jou, Mr. Wasp. Ga je kapot maken. X, X, X. Bam! Hij heeft nog 16 HP over. We gaan winnen van de Wasps, jongens. Lekker dit. Bam! Bam! Je hebt niks op mij, stomme wasp. We hebben gewonnen! Wegwezen! Doei! Opzouten! Hoe gaat het ondertussen met Jackie? Oh, Jackie weet nu weer waar de huis is. We kunnen dus gewoon hier zo lekker fruit knabbelen, hè? Kijk, nom. Oké, we moeten terug naar de bijenkorf. Ik heb nieuwe kleren nodig, jongens. Ga naar de bijenkorf. Maar die is alleen gesloten, dat is zo lastig. Yo, waarom staan hier allemaal mensen, joh? Je gaat toch niet de bijenkorf weghalen? Zitten ze nou plannen te maken om de boom te kappen? Nee, ik moet iedereen waarschuwen. Dat mag niet gebeuren. Laat de natuur met rust. Oké, wat gebeurt er? Wordt het toch niet weer aangevallen door wespen, hè? Ik heb echt het gevoel dat de boom omgekapt wordt, jongens. Hey, koningin erbij. Oh, moet stil zijn. Ja? Ga je nog wat zeggen dan? Koningin erbij of... Hallo? Ja, zie je? Ze proberen ons boom kapot te maken. Gaan wij ze gewoon lastigvallen? Dan komt er vast weer zo'n imker die niet door ons gestoken kan worden en zo. Ah, kijk. Even een pep talkie van de koningin. Oh,
Moet een nieuwe plek vinden om te gaan leven. Een bijgraafplaats of zo. Ja jongens, vandaag heb ik me dus kunnen verplaatsen in het leven van een bij. Vond je dit nou een leuk spel? Bee Simulator. Doe even een duimpje omhoog. Of vond je gewoon deze video leuk, maar het spel niet leuk? Doe dan ook een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Binnenkort Super Mario 3D World. Super veel zin in. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickandJune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!